Ik mag een ander pakken, want in principe is het niet goed geld teruggegaan, toch? Yo, Bapie. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergast, ik ben Joost. Yo, Papi's, Martijn hier zo. It's your boy. It's your boy. Even denken, wat ga je vandaag weer doen? Ja, ik weet het weer. Wij gaan iets proberen wat we heel lang geleden hebben geprobeerd. En we zijn heel benieuwd of het allemaal nog werkt. We hebben natuurlijk super veel trucjes uitgehaald waar bedrijven waarschijnlijk niet al te blij mee zijn geweest. Nu is de vraag, zijn de policies aangescherpt of kunnen alle trucjes nog steeds? Oftewel, de vraag korter, kunnen de oude Giergast-trucs nog steeds? Dat is wat ik zei. Maar dan langer. Ja, was veel leuker. Maar goed, ja, dit is wel mijn persoonlijke favoriet. Wat gingen we nou doen? We gingen gratis snoep regelen. Je hoort het goed, gratis snoep regelen. En wat ben jij dan opsnoepen? En niet een zak, nee, het ging om één snoepje tegelijk. Want wat gebeurde nou? Als jij één snoepje op de weegschaal legde, bij bijvoorbeeld de eten of de kruidvat, dan kwam hij op de 1 cent of 2 cent uit. En dat roen je natuurlijk af naar beneden. Dus dat was dan gratis. 1 cent. 1 cent. 1 cent, kan ik contant betalen? Ja. Ja, nee, oh. We mogen geen... Ja, 1 cent bestaat niet meer, hè? Nee. Wordt het dan niet afgerond naar 0 cent? Werkt dat niet zo? Eigenlijk wel, toch? Maar goed, aangezien snoep heel slecht is voor jullie kinderen, gaan wij het op de gezonde tour proberen. We gaan proberen of het ook werkt bij bijvoorbeeld een spersieboom. En nu wordt het echt spannend, jongens. Keuzes. Ja, we hebben een winnaar. Groenten. Het staat er echt. 1 cent. Nou, ik ga afrekenen. Hoi. Of nee, die is van hem, hè? Die, alleen, ik had alleen de spersieboon. Oh, was dat van jullie? Ja, die was van mij. Oh, hij ligt hier nog. Zij heeft, nu mijn spersieboon afgerekend. Sorry? Zij heeft nu mijn spersieboon. Ja. Dan ga ik dat zo wel even recht zetten. Ja. Yes. Heeft u misschien de bon gemaakt? Ja. Ja, helemaal goed. Dank je vriendelijk. Ja. Ik denk dat we kunnen concluderen dat het systeem hetzelfde is gebleven. Nou. Alleen dat wij dom zijn geworden. Want je moet natuurlijk met contant betalen. Contant rond die af. Met pin rond die af. Ja, natuurlijk rond die niet af met pin. Hoe dom zijn wij? Oftewel, je moet het eigenlijk gewoon nog een keer proberen, maar dan... Maar dan moeten we wel bij degene doen waar we het ooit hebben gepoeld. Want nu zijn we natuurlijk niks aan het bewijzen. Daar ben ik mee eens. Jij gaat gewoon weer eventjes naar de Jamin. Ik heb ontzettend zin in één zo'n snoepje. Kijk eens, dankjewel man. Je bent super. Heb je nou een te zwaar snoepje gepakt? Ik heb een te zwaar snoepje gepakt. Ik heb er eigenlijk nog 1 cent te veel voor betaald ook, want het was 4 als je het zou pikken. Ik ben gewoon genaaid. Snoep is te duur geworden. Je kan dit niet meer doen. Ja. Inflatie jongens, helaas. Ik weet dat je niet staat te springen voor deze optie. Nee, we gaan niet nog een keer doen. Wat is lichter? Zo'n bean? Ja? Ik dacht ik ga eens gek vandaag, ik doe er zo nog één. Je moet hem afronden naar 5 cent. Oh ja, helaas. Kijk eens. Je spiet man. Hey, werk ze nog. Oké. Okay. Ik vind nog slechter dan die vorige. Dit is ook pijnlijk, jongen. Je hebt gewoon bijna het dubbele betaald. Ik heb dus nu 10 cent uitgegeven voor 2 snoepjes. Wie is nou... Wie had oplichten, Joost? De truc werkt niet meer. Weer een gouden oude truc uit de Giergastendoos. Namelijk, is de kwaliteitsgarantie van de Albert Heijn nog steeds geldig? Toentertijd kreeg ik geld terug als een pizza niet smaakte van het huismerk. En ik ga vandaag kijken of het nog steeds kan. Hoi. Ik heb deze pizza hier gekocht. Ik had deze al vaker. Ik vind normaal gesproken heel lekker, maar deze keer... Hij was niet zo goed, nee. Ik heb de bon nog wel. Ik mag een ander pakken, want in principe is het niet goed geld teruggarantie, toch? Van de Albert Heijn merken. Dan mag... Ja? Dan wil ik wel een ander nog, ja. Ja, top. Ja, ga ik dat doen.
Ja. Dankjewel. Dankjewel. Je krijgt dus je pizza terug, of tenminste een nieuwe, een verse. Ja. Krijg je geld terug. Als je dus echt geld hebt voor een pizza, is dit de manier. Ja, dit is blijkbaar wel de manier. Ja. Oké, volgende truc. Deze hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel gezien. Wat deden we dan? Gingen we dus de drive-thru in. Dan heb je een raampje waar je moet bestellen. Daar sneak je een beetje langs. Dan bestel je dus eigenlijk helemaal niks. Dan wacht je tot iemand achter jou wel gaat bestellen. Dan kom je bij het volgende loket aan waar je bestelling wordt opgehaald. Maar dan haal je dus de bestelling op van degene achter je. Dus we staan nu hier te kampen. En zodra iemand komt, dan sneaken we hem ervoor. En dan hopen dat het nog lukt. Wie komt achter me aan? De hele grote... Oh god, maar daar willen we geen ruzie mee. Is hij nu aan bestellen? Ja, hij is nu aan bestellen. Oh, we zijn gespot. We zijn gespot. Je zag het net. We zijn gespot. Zij zag ons hier tussen staan. Ja. Wat gaan we nu doen dan? Gewoon door tot het bittere eind. Ja, rot op Joost. Gewoon door tot het bittere eind. Rot op Joost. Om nu te concluderen dat het niet meer lukt, kan niet. Je moet wel echt even... Ja. Misschien lukt het wel. Oké, we doen gewoon net alsof we aan het praten zijn. Wil je daar iets vragen? Sorry? Wil je iets vragen? Ja. Hoe gaat het? Goed, want hier kan je niet bestellen. Oh, je kan hier niet bestellen? Nee, daarom vraag ik je, wil je iets vragen? Ik wilde wat bestellen. Daar, je bent doorgereden. Oh shit, oh stom. Dan ga ik... Heb je het net besteld? Nee Joost, ik had het niet besteld. we kunnen concluderen dat deze truc niet meer werkt. Of, dit is gewoon een numbers game. Dus lieve kids, geef niet op. Blijf het proberen. De laatste truc is eigenlijk misschien wel onze bekendste truc. Namelijk het gratis pizza bestellen. De truc is vrij simpel. Je belt een pizzeria op, je bestelt een pizza. Vervolgens zeg je dat je de vorige keer een klacht had. Het was een beetje koud of whatever, je verzint een smoesje. En dan zeg je, ik stond op een tegoedlijst. Maar ja, ik zou graag gebruik willen maken van die tegoedlijst. Checken of dit nog steeds werkt. En dat doen we bij de Steakhouse Pizzeria in Noord-Amsterdam. Goedenavond, ik ben Martijn. De vorige keer dat ik jullie had besteld was er wat fout gegaan. Ik kreeg een koude pizza namelijk. Toen heb ik gebeld met een klacht en toen zou ik de volgende keer... ik kon kiezen of op een tegoedlijst, dus dat ik de volgende keer gratis zelf een pizza kon bestellen. Of dat ik mijn geld terug zou krijgen. Toen dacht ik, ja, doe maar gewoon de volgende keer dan. Dus ik zou er graag gebruik van willen maken als het kan. Laten we zorgen. Ja, heel graag. Oké, dan laten we zorgen dat je soms via onze website of die aangesteld moet je bestellen. Hey, maar dan moet ik hem wel afrekenen. Mijn collega zei dat ik krijg een nieuwe pizza, toch? Ja. Nee, die pizza hoef ik niet te betalen, hoor. Dus ik moet de pizza bestellen op je site en dan hoef ik hem niet te betalen. Oké, man, dankjewel. Ga ik doen. Ja, top, dankjewel. Yo. Heb jij dit begrepen? Ja, ik heb dit begrepen. Wat? Hè? Ja, ik moet nu gewoon de pizza die ik wil, moet ik nu gewoon bestellen op hun site. En dan bel ik gelijk deze guy terug en dan zeg ik, luister vriend, ik heb dit besteld. En dan zeg je, oké, is goed. En dan geeft hij weer aan de courier door die het aflevert van, joh, deze gast hoeft niet te betalen. Wat? Ja, dus en dan komt die courier terug en die zegt dan, joh man, het waren de gierige gasten. Maar we gaan wel gewoon netjes betalen. Natuurlijk gewoon netjes betalen. We checken gewoon of het nog kan. 1 minute 37 seconds later. Hey, goeiedag. Ik had je net aan de telefoon gehad volgens mij. Ja. Ik had een bestelling geplaatst. Maar ik had dus een... Ik stond op de goedlijst voor nog een pizza. Wat jij dus? Oké, top. Is goed. Ja? Over hoe lang kan ik hem verwachten, denk je? Ik denk een half uurtje van mij. Top man, dankjewel. Tot zo. Ga doei. Ja, echt super easy. Heel eerlijk, ik had heel veel moeite om hem te verstaan. Ik denk dat je zo meteen gewoon moet afrekenen. Ja, we gaan het zien. Joost, wordt aangebeld. Dit is jouw huisgast. Hoe doen we open? Ja. Zo. Goeiedag, Joost. Onderste knopje. Joost, doe hem open. Oké, nu moet ik heel snel deze knopkamer voor de kamer. Waar ga ik filmen? Ja, ga gewoon even naar achteren. Als je niet opvalt.
Stop je in je eigen huis, schat. Stop je in je eigen huis. Zie je mij? Nee. Yo, man. Kijk eens, lekker man. Dankjewel, hè. Hey, is oké, okay, man. Fijne avond. Haal hem terug, haal hem terug. Nog steeds. Pas met die man. Haal hem terug. Ja. Haal hem terug. Yo, gozer. Gozer. Kijk eens. Ik testte gewoon heel even eerlijk of ik een gratis pizza kon krijgen. Dat is me gelukt, maar ik wil er gewoon voor betalen. Het is voor gierig gasten. Ja, man. Waarom? Hij checkt het gewoon. Het is voor gierig gasten. Ja, toch? De rest is voor jou, man. Ja, tuurlijk. Hey, rustig houden. Ik sta hier zo van de kijk, ouwe. Nadat zoveel mensen deze truc hebben nagedaan, kan deze truc 7 jaar na dato of zo echt nog steeds. Tada, een heerlijke gratis pizza. Kijk, ik ben er voor betaald. Maar als je echt heel skeer bent, echt heel skeer, deze truc werkt nog. De gratis snoepjes truc van Martijn niet. Het terugbrengen van je eten bij de Albert Heijn kan gewoon nog. Eigenlijk alles wat Martijn heeft gedaan, kan niet meer. Nee. Dat is natuurlijk wel. Vond je het een leuke video? Doe zeker een duimpje omhoog. Volgende week zijn we gewoon weer terug. En vergeet niet te abonneren. Later!